Ik was trouwens weer vrij en ik wilde toch heel graag nog wel een jaar voetballen. En toch wel contact gehad met Alfred een paar keer daarover. En die zei dat ik welkom was om te komen trainen. En hij gaf wel gelijk aan dat het wel moeilijk was bij de club. Dat ze wat moeilijkheden hadden en dat het eventjes kon duren. En dat is ook wel gebleken. Maar ik ben blij dat het nu rond is. Engelaar stuurt Brugging weg of wordt het Braafheid? Nee, het wordt Kees Pauwen. We hebben natuurlijk eind mei hebben we hier een afscheidswedstrijd gehad van Sander Bosker. Toen was jij ook aanwezig. Gaat het dan al over een eventueel terugkeer? Of? Ja, volgens mij heb ik toen ergens al wel met hem over gehad. Ja. En, we zouden gewoon even afwachten wat er zou gaan gebeuren bij Twente. Wat er bij mijzelf zou gebeuren. En dan kom je uiteindelijk toch weer bij elkaar uit. Ja, je komt uiteindelijk toch weer bij elkaar uit, want jullie hebben een lange geschiedenis met elkaar die volgens mij begonnen is bij NAC Breda. Ja, inderdaad. Toen ik doorbrak, toen was Alfred was daar de grote meneer, de aanvoerder. En, het is hartstikke leuk dat je elkaar zo nu weer tegenkomt. Toen was hij eigenlijk al een trainer, dat zat er echt al heel snel in. En iedereen zei al van ja, jij wordt later trainer en dan is het toch apart dat je dan ook nog eens onder hem komt te trainen. Wat heb je hier aangetroffen toen je voor het eerst weer op het trainingsveld stond? Heel veel talent ten eerste. Heel veel talent. En, zoals iedereen wel weet, dat is ook een van de redenen dat ik ben aangetrokken. Is het feit dat ze allemaal wel heel erg jong zijn en heel erg druistig Dus daar kan ik denk ik wel iets aan toevoegen. Ja, want wat voor rol zie jij voor jezelf weggelegd, behalve dan dat je wat ervaring met je meebrengt? In dat opzicht denk ik dat ik heel veel jongens kan helpen met mijn ervaring dus. En de rust die ik kan brengen. Maar ik hoop wel dat het verder gaat als dat. Want ik heb zeer zeker nog wel de ambitie om, ik ben nog fit. En conditioneel moet ik nog wat stappen maken, dat is logisch. Maar verder fysiek gezien ben ik gewoon nog fit. Ik zet wel in op meer als alleen maar iets toevoegen in de kleedkamer. Ik zou ook graag op het veld nog van toegevoegde waarde zijn. En ik denk ook wel dat die mogelijkheden er zijn. We zijn je een beetje uit het oog verloren omdat je helemaal aan de andere kant van de wereld hebt gevoetbald vorig seizoen. Hoe is het je daar vergaan? Ja, super. Dat was eigenlijk echt een geweldige ervaring. Het begon een beetje... beetje ongelukkig. Ik brak mijn benen in de eerste wedstrijd. Maar daar ben ik eigenlijk heel goed uitgekomen. Ik heb daar 4 maanden van gerevalideerd. En toen nog een half seizoen heb ik daar nog volop gespeeld. Ook helemaal geen last meer gehad. Vanaf de eerste wedstrijd heb ik gelijk volle bak alles mee kunnen doen. En ook echt een hele mooie periode gehad. Zowel op het veld als naast het veld. En nog een werelddoelpunt gemaakt dat de hele wereld overging? Ja, inderdaad. Ik heb een prijs gekregen daarvoor zelfs, voor de mooiste goal van het jaar. Ik heb 4 of 5 goals gemaakt in dat laatste half jaar. En er zat er nog eentje bij de top 10 van mooiste goals. Dus ja, ik heb gewoon echt een mooie tijd gehad. Helemaal het plezier teruggevonden in het voetbal. Toen kreeg ik echt zelf het gevoel ook van, ik kan inderdaad nog van zeker van toegevoegde waarde zijn. Ja, je zegt al even het plezier teruggevonden in het voetbal, want de laatste herinneringen die wij aan jou hebben in de Nederlandse competitie stamt natuurlijk uit je tijd bij PSV. Dat niet echt een hele gelukkige periode is geweest, of mag ik het niet zo samenvatten? Nee, jawel, dat vat je heel goed samen. Het is zeker geen gelukkige periode geweest. Met name het laatste jaar. De eerste 2 jaar ging het eigenlijk nog wel. Alleen die laatste periode was gewoon echt een vervelende periode. Als je geen kampioen wordt. Ja, dan gaan mensen zoeken naar oorzaken en al dan niet terecht. Maar toen ging het op een gegeven moment over van alles en nog wat. Behalve hoe er werd gepresteerd. En dan... dan wordt het een beetje eigenlijk, dan kan je er gewoon helemaal niet meer tegenaan vechten. Dan gaat het over mijn salaris, dan gaat het over de band die ik had met de trainer, dan gaat het over zoveel andere dingen die dan negatief worden gemaakt. Dus toen op een gegeven moment was er geen houden meer aan en dan,
ja, dan wordt het moeilijk. Wat je hier natuurlijk wel mee hebt, is dat je een eerste periode bij FC Twente hebt beleefd waarin je uiterst succesvol bent geweest. Hoe kijk je daar nu op terug? Ja, heel fijn, met een heel fijn gevoel. Eigenlijk is daar een beetje het tweede gedeelte van mijn carrière is een beetje begonnen bij Twente. Toen ging het echt de lucht in. Dus daar heb ik gewoon een heel fijn gevoel over gehouden. Dus dat was, daarom was het ook niet moeilijk om bij Twente te komen voetballen. Is de club veranderd? Nou, tot nu toe eigenlijk helemaal niet. Omdat ik ben nog niet in het stadion geweest. Het stadion is, heb ik wel al gezien, maar nog niet als speler van FC Twente ingevoetbald. Dus daar wacht ik wel met smart op. Dat lijkt me wel geweldig en anders, omdat het gewoon een stuk groter is. Maar hier in Hengelo op het trainingscomplex is echt alles is precies hetzelfde als 7 jaar geleden. Dus vanaf van de stoelen tot de kasten tot de kleedkamer, alles is dus helemaal niks veranderd. Dus dat is wel apart. Wat verwacht je van dit seizoen met SC Twente? Ja, ik verwacht dat je met deze ploeg minimaal bij de eerste 4 kan spelen. Dan is het afwachten tot het een beetje het einde van het seizoen, de laatste 2-3 maanden van het seizoen. Of het bij het bovenste gedeelte van die 4 wordt of bij het onderste gedeelte. Maar ik denk dat dat zeker mogelijk moet zijn. En wat verwacht je van jezelf? Ja, dat ik daarin wezenlijke bijdrage ga leveren. Zowel op het veld als naast het veld. Ik ben nu 35, dus mensen zullen misschien een beetje twijfelend er tegenaan kijken wat ik nog te bieden heb. Maar ja, ik ben fit. En zolang ik fit ben en conditioneel ook goed fit word, dan verwacht ik van mezelf dat ik zeker heel veel ga toevoegen. Het was begin september toen jij hier voor het eerst op het trainingsveld gespot werd. Het is inmiddels oktober. Het heeft een tijdje geduurd. Werd je er ongeduldig van? Nee. Wel een beetje, omdat je, hoe sneller hoe beter. Het was eigenlijk vanaf, na de tweede training kwamen de trainers al naar me toe dat ze genoeg hadden gezien. Dat ze zien dat ik nog fit ben en dat ik van waarde kan zijn. Dus ja, als je dan van twee kanten weet dat je allebei wil, dan wil je dat ook zo snel mogelijk geregeld hebben. Alleen tegelijkertijd wist ik wel waar de club mee kampte. Dat ze gewoon wat problemen hebben en met name met de KNVB ook, wat niet makkelijk is. Dus ja, dan moet je gewoon wat geduld hebben. Ik heb begrepen dat in de manier waarop jij je hebt opgesteld in de onderhandelingen, dat daar ook wel uit gebleken is dat jij echt voor het voetbalplezier hier aan de gang gaat. En dat je ook niet uit was op om hier nog heel veel geld te gaan verdienen in korte tijd. Nee, zeker niet. Omdat ik... Ik heb gewoon nog heel veel plezier in het spelletje. En vanaf de eerste dag dat ik hier voet zette op het trainingsveld, heb ik het gewoon echt naar mijn zin. En het niveau is goed. Er wordt hard gewerkt door de jongens. Dus het is gewoon heel leuk om daar deel van uit te maken. En dan blijft voetballen toch het leukste spelletje wat er is. En dat wil je gewoon zo lang mogelijk blijven doen.